Dames en heren, jongens en meisjes, welkom in Rotterdam bij de 12e dag van de literatuur. De afgelopen 20 jaar is dit tweejaarlijkse festival uitgegroeid tot een evenement dat je niet mag missen. Ook vandaag worden er weer 5000 scholieren verwacht die hier kunnen kiezen uit ruim 50 programma-onderdelen verspreid over 14 zalen en 8 podia. Ik was er graag bij geweest, maar vandaag zit ik in New York voor besprekingen met mijn Amerikaanse collega van onderwijs. Ook mooi. Maar ik ben blij dat ik via deze video toch de kans krijg om dit festival te openen. Van kader Abdollah tot Joost Zwageman, van singer-songwriters tot striptekenaars, van gevestigde namen tot aanstormend talent. Het programma is zo breed en zo gevarieerd als de literatuur zelf. Toen ik zelf op de middelbare school zat, moest, ik dit, nog, moest dit nog worden uitgevonden. En als het er toen was geweest, was ik er zeker naartoe gegaan. Want ik las namelijk heel graag. Vooral boeken met een historische achtergrond hadden mijn interesse. Want geschiedenis was mijn lievelingsvak. En dat ging prachtig samen met literatuur in mijn favoriete boeken. Zoals De Donkere Kamer van Damocles van W.F. Hermans. en De zaak 4061 van Harry Moelisch. U weet wel, dat boek met die foto van die dubbele gezichten. Toen vond ik die boeken vooral spannend. Nu realiseer ik me. Dat literatuur je de mogelijkheid biedt om vanuit andermans perspectief naar de wereld te kijken. Zo kun je dingen zien die je anders nooit op die manier gezien zou hebben. De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer zei het heel mooi. Lezen is denken met andermans hoofd. Door lezen ga je meer begrijpen van de wereld, van heden en verleden, van andere mensen en van andere culturen. Niet iedereen wordt meteen gegrepen door een boek. Soms heb je een setje nodig dat iemand enthousiast maakt. Bijvoorbeeld op de dag van de literatuur, waar je schrijvers in actie ziet en waar je met hen en met elkaar over boeken kunt praten. En dan is het nu hoog tijd om het festival te starten. Ik wens jullie allemaal een inspirerende en leerzame dag toe en voor straks heel veel leesplezier.